heb weer wat gehaald, ook voor Ro, maar dat weet hij dat ik dat heb gehaald. Toen zei hij, ja, maar dat betaal ik. Ik zei, nee. Dit is lekker sushi voor mij. En hebben daar lekkere worst en toosjes en... Goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag inderdaad het laatste dag van het jaar. En dat betekent dus 31 december 2022. Het is nu 3:15 in de middag. Ja, ik weet, ik open hem laat, maar dat maakt helemaal niet uit. Als ik maar weer vlog, speciaal voor jullie. Ja toch, precies dat. Ik sta nu op het punt om naar buiten te gaan. Ik ga de hondjes uitlaten. En ik neem jullie niet mee, want het spoelt. Ja. En ik wil wel eventjes de aandacht naar de hondjes hebben. Dus ik wens jullie gewoon al met al alvast hele fijne jaarwisseling. En ja. En jullie zien me straks wel weer als ik weer thuis ben. Waren jullie er ook weer? Nou, ik ben er ook nog steeds. Ja. Ik ga zometeen even met de auto naar Roos in huis. Want het blijkt namelijk dat zijn wasmachine dus kapot is. En ik hoop dat zijn was eruit is gehaald. Want dan neem ik die ook straks hier weer mee naartoe. Dan kan dat even hier in de wasmachine een aantal x keren draaien. Dus ja, maar daar vertel ik zometeen meer over. Ik ga nu eerst eventjes ook zometeen even dingen even ophalen. Ik had wat besteld, zeg maar. En dat moet ik echt even gaan ophalen. Maar ik moet jullie ook eventjes op een dingetje knallen. Dat het goed is. Ja, zo. Ik doe het even zo. Hartstikke mooi. Maar jullie staan er heel. Dat is handig. Ja, dat is heel erg handig dit. Ja. Ik neem deze wel mee. Ja. Zo. Want we gaan wel oud en nieuw vieren, maar niet zonder dat er iets wat erbij lekkers is vanzelf, hè? Ja. Nou, deze heb ik gewoon lekker op. Ik ben weer goed gemutst vandaag. Ja, zonnebril hoeft niet op, want het is toch kak weer. Het is echt kak weer, jongens, echt waar. De dames gaan even op de gang, helemaal goed. Nou ja, het is hier één grote bende. Dat weet ik, maar ik heb geen zin om op te ruimen. Nu nog even niet. Nee, misschien morgen, dat zie ik dan wel. Ja, maar ik heb er nu echt geen zin in. Totaal gewoon niet. Dus, en als ik er geen zin in heb, dan heb ik er gewoon even geen zin in. Nee. En dan ga ik het ook niet doen ook. Nee. Maar ik pak mijn jas. Daar zit mijn sleutels in. Ik pak mijn telefoon. Daar hebben we al 2 in de gaten dat ik wegga. Ja, inderdaad. Goed zo. Lopen. Dik erop. Gang op. Gang op, Tomma. Gang. Dat zeg ik. Ze hebben het echt al in de gaten dat ik wegga. Ja, 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 degelijk, degelijk. Kom, gang. Ja, 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 ja. Waarom ze op de gang moeten, want anders gaat die dame, die deze licht rond, beauty genaamd, gaat sluppen. Ja, daar heb ik geen zin in. Nee, dus dan doe ik het maar zo. Ja, dus deze eventjes op de haak. Zo. Ik zeg op de haak. Lijkt me een hele goeie. Dan gaat de slaapkamer ook even op de haak. Ja. Want anders kan deze dame hier namelijk opkomen. En dan gaat die deur open. En daar heb ik geen zin in. Nee, dus ik ga nu even naar de auto. Ja, ook goed. Tot straks, meiden. Tot zo meteen. Doei. Dat is altijd handig, hè? Ja.
Zoals bij me. Ja, ik heb alles bij me. Check, 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 check. Dubbel check, jongens. Dubbel check. Ja, dubbel check. En er is nog geen verlichting hier aan. Nee. Maar ja, ik ga dus nu even naar Oosterhuis. Zie jullie daar. Ik ga even draaien, want ik moet dus nu even naar Rozenhuis toe. Zo. Hartstikke mooi. Ik ben gedraaid en ik ga nu even naar Rozenhuis, helemaal goud. Jee, hoeladie, hartstikke mooi. Ja. Ik heb weer wat gehaald, ook voor Ro, maar dat weet hij dat ik dat heb gehaald. Toen zei hij, ja, maar dat betaal ik. Ik zei, nee. Ik zei, het is een feestdag. Ik zei, dus dat betaal ik. Ja, maar, nee, niks ja maar. Mond houden, vreten, kreng. Als ik iets kan doen, en dan doe ik dat wel. Want ik heb wij en wij hebben allebei geen kerst gevierd. Dus, en Ro die moet werken tot en met 4 uur. 4 uur, ja, hoor mij. Ik ben een beetje door de war, jongens. Ja, tot en met 6:30, gelukkig. Hij heeft nou een 12-uursdienst. Morgen ook weer een 12-uursdienst, dus... Daarom dat ik ook zo laat uit bed was, zeg maar. Want ik was vroeg eruit, 5 uur al. Dus ja, dan wil je toch wel weer een beetje bij slapen zelf. En omdat ik al de hele week aan het vliegen, rennen, draven ben. Voor alles. Zeg maar. De roze auto staat hier mooi. Het is hier nou nog mooi plek. Scheelt weer. En nou even naar Rozen huis rijden. Ja, even kijken of daar zijn was staat ergens. Natte was, vieze was, stinkwas. Dat zeer zeker dat het een stinkwas is. Denk ik, hoop ik. Nou ja, niet hoop ik, maar nou, dat hoop ik eigenlijk niet. Maar het is wel zo. Dus dat wordt zometeen een dikke vette muur in de auto. Maar oké, dat heb ik ervoor over. Even gelijk dan wasje draaien bij mij thuis. Het is nu 5:30. 5:30. 6 uur weg. En dan om 6:30 is Ro vrij. Nou, dan wil hij waarschijnlijk nog even naar huis. 1,5 uur slapen waarschijnlijk. Daar ga ik wel vanuit. Of niet, want we zouden ook eigenlijk nog even naar de Mekka toe gaan, maar zo weet ik veel, geen idee. Dat is weer over zelf. Even kijken, ja, er is plek. Mooi, dan ga ik weer zo naar achteren rijden. Kijk, hij heeft verlichting, dat is mooi. Zo, er is ruimte voor de deur. Hartstikke fijn. Ik wacht even. Nee, wat ga jij doen? Ik moet zo naar achteren rijden. Jij, oké. Mooi, ja, gaat die kant op. Mooi, dan kan ik ook naar achteren rijden. Helemaal goed. Ja, naar achteren rijden, hoor. Dat is natuurlijk fijn. Eens even kijken. Dat gaat mij lukken. Ja, dat gaat mij lukken. Ja, helemaal goed. En dan woon ik hier niet, hè. En dan toch pleur ik mijn auto hier op en op de oprit neer. Wat eigenlijk niet mag. En van de VVE heb ik schijt aan. Zo, en dan ben ik er. Verwacht op piepjes, vind ik leuker. 1, 2, 6, 8, 10. Ik ga hem helemaal inboxen bijna. Zo. En dan ga ik even naar boven bij Ro. Yes. En dan staat mijn auto zomaar hier, zeg maar. Tot daar. Eigenlijk mag het hier niet eens maken. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Nou, ik ben zo aan het wachten op de lift. Het is hier een beetje donker. Ja. Nou, kijk. Mag ook niet. Nee, het mag helemaal niet. Kijk. Komt hij ook eraan. Hij komt eraan. En 1, 3, 6, 8 en 10. En hij gaat open. Jee, er is verlichting. Er is verlichting. Zo, ik sta in de lift. En dan gaat dat ding dicht. Kijk, check. 1, 3, 6, 8 en 10. Jee. Ja. Helemaal top. Ik ben moe. Ja, maar dat maakt niet uit. Geeft niet. Maakt helemaal niet uit. Nee. Ik zal het eens erbij pakken. De Rodi heeft er maar 2. Deze is voor de voordeur. En deze is ook voor de voordeur. Ja.
Dan heeft hij ook nog een mooie pinslotje. Mooie pinslot. Ja. En ik heb er voor de berging. En dan heeft hij ook een berging hoor. Maar deze twee die zijn bij mij voor de voordeur. Deze twee. Ja. Ja, we gaan ze even meemaken. Wat wordt het? Wat wordt het? Wat wordt het? Ik wil echt toch een beetje eerst wat verlichting hebben hier. Zo. Zo. Die is er vanaf. Andere kant op als wel. Oké. Ja, check. En dan moet ik deze hebben. Ja joh. We gaan dus even meemaken of. Zo, eens even kijken. Zijn deurtje is eruit, jongens. Zijn deur is eruit. Ja, ik zal eens een foto maken voor hem. Dat zijn deur eruit is. Oh, 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 oh. Ik zal eens even een foto maken. Eens even kijken of dit zo. Hey. Zo. Even foto maken vooral. Dat hij dat weet. Dat zijn deur eruit is. Zo. Top. Helemaal goud. Ga ik eens even kijken of waar hij dus namelijk zijn was heeft gelaten. Of dat mijn schoonmoeder ook mee heeft genomen. Kan ook. Geen idee. I don't know. In de slaapkamer staat een tasje. Ja. Ja, hier is. Geen idee. Ik kan het hier niet vinden. Volgens mij heeft zijn moeder dat meegenomen dan. Ik raak hier wat. Maar. Het is helemaal hier opgehangen. Oh man. Ja, oh boah, dit en ik moet mee. Maar ik zal even Rover bellen. Even kijken wat hij ervan zegt. Oh, wat ruikt dit? Ik ga zo wat over mijn nek, man. Nou. Ja, even, hoi. Ik ben nou bij jou thuis, maar jouw wasmachinedeur is er helemaal uit. Ja. En je moeder en die heeft de was opgehangen, maar je hele huis meurt in nu als een jekko. En ik ga ze wat over mijn nek. Zal ik het meenemen? Ja, neem maar mee. Dat is niet meer op. Nee, want daar is ik al. Ik en ik ga ze wat hier al over mijn nek. Dus, blah. Lekker dan. Ja. En in de slaapkamer staat al een tas. Weet je of die ook nog staat? Nou, welke tas? De Albert Heijn tas van mij. Ja, die staat hier nog. Met Amazon dingen er. Ja, met sokken. Ja, die neem ik dan mee. Ja. Check. Is goed. Dan ga ik die zo meteen gelijk wassen, ja? Is goed. Dankjewel. Oké, schat. Hoi. Oh, nou, jullie hebben het gehoord. Ik mag zo'n was gaan doen. Vind ik helemaal niet erg, maar. Ik ga eens wat over mijn nek, jongens. Man, moet ik deze tas meenemen, jongens? Ik moet deze tas meenemen. Oh, wat een muur. Ga eens wat over mijn nek. Ik weet niet of jullie me kunnen zien. Ja, dat kennen jullie mij. Ja, jullie kunnen mij zien, dat is mooi. Check, 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 dubbel check, dubbel check, dubbel check, dubbel check. Helemaal goud. Man. Dit moet lekker in de was. Eén, hartstikke ding, alles mee. Ah, oh, man. Dan ga ik er ook nog aan ruiken ook, hè. Ja. Check, check, dubbel check, 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 check. Alles er vanaf. Oh, man.
Hij mag gewoon lucht verfrissen door en door naar huis en gooien zo meteen. Oh man, wat is dit erg. Ik moet dan eerst even mijn was er even uithalen zometeen. En zijn was er eerst gelijk doen. Oh man, 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 man. Oh. Nou, die mag ik twee keer, drie keer wassen. Nee, en dat, deze muren, dat wil hij helemaal niet mee in zijn huis. Man. Als ik als wat over mijn nek ga, nou, boe. Oh, mijn genade. En dan kost het om te maken €150 even zo snel. Maar Rodi wil dat dus niet. Dus die heeft zoiets, nou dan koop ik liever een nieuwe. Dat is en terecht, want deze wasmachine komt uit 2007. Dus zo lang heeft Rodi deze al dus. Al waarschijnlijk al langer, want hij heeft hem overgenomen van de vorige bewoners. Dus kun je nagaan. Oh, 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 man, 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 man. Oh. Zo, top. Jij zo, jij zo. Kijk, hartstikke fijn. Zo kunnen jullie ook zien in dat ik dus niet altijd thuis zit, zeg maar. Want ook dit zien jullie niet altijd. Dat ik dus dit dus doe. Want Rodi wil het niet altijd even dat ik zijn huis film, zeg maar. En ja, ik schaam mij er een beetje voor, zeg maar. Want dan heb ik nou wel eventjes een troepje. Maar Rodi heeft het helemaal, nou ja, op zijn manier. Zijn woning. Maar ik kan daar heel slecht tegen. Maar oké, maakt niet uit. Kom wel goed, ik ga deze wastas meenemen. En dan doe ik het bij mij van de wasmachine. Dus daar zien jullie mij wel weer zometeen. Wij willen meer. Nou, daar staat mijn auto, daar staat Roos' auto en daar staat de auto van mijn liefdallige buurman. Krijgen we nog meer mooie CV-werk? Ja, vast en zeker. Helemaal top. Leuk en leuk en voor de vlog. Helemaal goud. Ik steek zelf niks af, maar ik kijk wel. Hey, collega's. Hi, Scotty. Kom eens hier. Kom maar, laat maar liggen dan. Nou, en zijn dus nu even druk bezig, dus wow, dat gaat hier aardig te keer met vuurwerk. Leuk! En zoals jullie kunnen zien, het is hier aan die kant is het allemaal verlichting. En dan is het hier donker, 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 donker. En dan is daar weer licht. Ja, helemaal laag goud. Kan je me anders niet misschien even open op de stoep zetten dan?
temperatuur staat ook niet echt gunstig voor onze auto's. Echt gewoon niet. Ja, dat zeg ik. De wind staat gewoon niet gunstig. Een hele goede avond allemaal. Ja, jullie horen het al waarschijnlijk op de achtergrond. Er wordt lekker geknald, hè schat? Ja. Ja. Je zit lekker op de bank. En waarom zitten we op de bank? Nou, omdat het dus, zoals jullie weten, hè, iedereen die zit lekker voor de buis, voor de PC, wat dan ook. Want het is oudjaarsavond. En dat betekent ook dat wij gezamenlijk naar jullie toe de beste... Beste wensen. De beste wensen willen wensen aan jullie voor 2023. Dit is lekker sushi voor mij. En dan hebben we daar lekkere worst en toosjes en daar lekkers. En dan hebben we hier stokbrood. En dan hebben we hier lady. Oh, het is een beetje donkers. En dan hebben we daar een mooi crisisboompje. Dankjewel, schat. We dat draakje. Dan hebben we hier mevrouw Beauty. Hi. Jij ligt echt lekker in dromenland, hè? Hoe dan? Ja, Spido ook daar lekker. Mooi. En de kleine is er ook nog. Ja. Lovely. Ben je? Ben je dan? Wat? Wil je wat lekkers? Lovely, wil je wat lekkers? Kijk eens, Bos! Waar is het? Oh. Toch wel. Ja, en dan krijgen ze ook worst. Hai, wijfie! Niet met je snuit op tafel. Kom maar, kom maar. Kom maar, niet met je snuit op tafel, dat weet je. Dat weet je. Niet en niet met je vinger op de microfoon. Hebben we eerst hier eentje. Alsjeblieft, het is ook een beetje oud. Het is ook een beetje een rare dag voor jullie. Zo, helemaal goud. Kom hier op de bank ook liggen dan. Kom, kom dan. Kom op de bank. Nee, kom. Lof, kom op de bank. Kom. Dan niet. Nee, wil niet. Nee. Wil helemaal niet. Maakt niet uit. Geeft helemaal niet. Nee hoor. Hé, meis? Nee, hè. Maakt helemaal niet uit, hè, schat. Nee. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gelukkig nieuwjaar, schat. Heb ik niet. I love you. En ook voor jullie jongens. Happy New Year. Voor mij ook een. We zijn 2023 jongens. We zijn 2023. We gaan zo even naar beneden toe. Samen met jullie. Ik drink eventjes nog een paar slokjes en dan gaan we naar beneden. Even veiligstellen. Lekker. Ja, die kan gewoon daar. Ga mee naar beneden, even je jas alvast staan misschien eventueel. Ja, doe maar gewoon in de koelkast, lief. Moet ik mijn jas aan? Ja, hè? Wel zo handig, hè? Ja, we gaan gewoon een jas aan doen, jongens. Ja, morgen, schat. Dan kun je mee naar huis nemen, dan naar de zaak. Is helemaal goed, schatje. Helemaal goud. Hè? Is dat niet dat van vorig jaar, hè? Ja, dat weet ik nu wel, ja. Dat die van vorig jaar waren. Even kijken of mijn deur wel dicht wil. Ja. Zo. Moest eruit, jongens. Waar heb ik mijn jas? Oh, daar. Kijk, dat is mooi. Ja, doe maar. Ga. Even de meeste mensen eventjes gelukkig nieuwjaar wensen. Mag ik mijn jas, schatje? Dat mag. Kijk, zie je jas al. Alsjeblieft. Eerst even één arm. Eén. Schat, kun je het even gewoon even als een gentleman doen? Een armpje. Dankjewel. Nee, die zit niet helemaal lekker goed. Ja. Nee, die zit niet goed, zeg ik. Auw, dat is mijn pink lul. Pink lul? Ja, precies. Dus dat, we gaan zo even naar beneden. Jullie zien ons zo. Ja, dat en dat kan gewoon aan blijven. Zo, we gaan naar buiten. Ja. We gaan naar buiten. Ja, ik ken Jenny dus nou niet meer gelukkig nieuwjaar mensen, want dat was altijd eerst wat ik deed. Mijn liefstallige oude buurvrouwtje, die er helaas niet meer is. Nee, deze buurvrouwtje die er helaas niet meer is, sorry. Maar we hebben wel een leuke foto van haar.
Ja. Nou meis, gelukkig jullie ja, schat. Dus even kijken of het hier al losbouwt. Thank you.
huis. En ze pleuren het continu weer om beide auto's af te steken. Waarom? Waarom iedere keer weer bij die auto's? Waarom? Die wind staat al kut, jongens. Hou daar rekening mee. Niks nog met onze auto's even controleren. Wil je even eerst je lampje aandoen, alsjeblieft? Staat er gelijk namelijk even op de vlog ook. Ja, wel een beetje, maar dat is normaal. Nee, niks bij jou. Want hier en hier is wel deze kant hier. Ja, het gaat hier achter bij mij nog behoorlijk te keer. Ik heb haar nu net thuis gebracht. Daar, helemaal bovenin. Dat is Roos' woning. Dus nu ga ik weer naar huis lopen. Naar de hondjes toe. En ik heb de vaste bewoners van mijn straat, die ik goed ken, heb ik de beste wensen gewenst voor dit jaar. Jullie ook heel veel gezondheid. Dat alles uit mag komen wat jullie uit willen laten komen, hoop ik. Ik wil ook nog twee dingen dit jaar, het liefst. Even kijken of dat ook gaat lukken. Ik ga even kijken of ik hier veilig over door kan lopen, maar dat zien we zo wel. Thank you.
nogal lekker. Maar nog even niet. Kan ik veilig? Ja, ik denk, vraag het maar even. Hé, hey, en de beste mensen, hè? Yo, hoi. Ja, en dan knal ik ze er gewoon even op. Helemaal goed. Gewoon in de wijk. Voor helemaal best. Dus, nee, maar ik wil... Ik kan niet praten, jongens. Het is gewoon zo luid. Dat ik gewoon moet gaan schreeuwen anders. Hè, mijn god. Maar ik wil dus het liefst twee dingen dit jaar sowieso doen. Zo. Hè. Even wat naar mijn oog. Wat ik het liefst wil doen dit jaar, dat is sowieso naar Londen toe. En een camper huren. En dan met de drie honden lekker. Dat was het dus weer. Maar wat ik dus al zei: een camper huren. En dan met de drie honden op pad. Een hondenvakantie maken. Heb ik ook al tegen Roog gezegd, maar dan een vakantie weer ergens in Duitsland. Maar dat ik gewoon lekker kan slapen in de camper. Dat wordt nog wat, jongens. Dat wordt nog wat. Dat gaat nog leuk worden. Hoop ik, denk ik zo. Maar ja, nu gaan we even, nog even genieten van het vuurwerk. Wat iedereen afsteekt, want ik steek helemaal nooit wat af. Maar anderen wel. Daar ga ik even van genieten. Beste wensen! Jullie lekker bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vond je deze vlog nog leuk? Ik zou zeggen, doe blauwe duimpje omhoog, zwarte duimpje, rode duimpje, boeien. Doe het belletje aan, abonneren en reageren. En dan ga ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen. Ciao.